de familie allemaal bereikt heeft in de glaskunst is gewoon erg speciaal. Ik ben Diego Semprun Nicola. Mijn Pakkiaan is gebrandschilderd glas. Dus voor mij is het een schilderkunst. En niet op canvas, maar op glas. Ik ben dus de vijfde generatie glazenier in mijn familie aan mijn moeders kant. Dat betekent dat ik daarmee opgegroeid ben en altijd met de paplepel binnengekregen heb. We gingen op weekenden vaak met kerken kijken en ja, dat blijft. En als je opa en moeder in een atelier ziet werken met al die grote bonte ramen wanneer je zo 5, 6 jaar oud bent, dan dat maakt zo'n indruk. Ik heb van allerlei schetsen gemaakt en dan met de klant en dan kijk je en dan ga je het uitwerken. En uiteindelijk dan maak je een werktekening, 1 op 1 altijd. En dan schrijf je de namen van de kleur neer en dan snij je het glas. Dus hier, amber, amber. En op dat glas waar je geschilderd, daar ga je dan schilderen. En dat doe je met, hier al die potjes poeder, dat zijn allemaal verschillende verven, die komen altijd in poeder. Dit is voor schaduw. Daar schilder je het op met allerlei bewerkingen. En dan wordt het in de oven gebrand. Ik zal dit hier even een die klaar is erbij halen. Zie je, dan worden de punten aan elkaar gesoldeerd. Dit was de eerste. Je schildert op glas. En als je kerkramen maakt, je werkt met natuurlijk licht. En het lijkt wel magisch. Dus het is gewoon een prachtig expressief medium. Het is niet een tijdelijke kunst. Het is een kunst die lang blijft hangen en die door heel veel mensen gezien wordt. Maar het mooiste is, het is fantastisch om een prachtig raam en een prachtige kerk te maken waar alles mooi samen zit. Het is gewoon, ja, het was dus om mensen een gevoel van de hemel te geven. Het is dus ook erg ja, verheffend eigenlijk, het hele resultaat. Of erg deprimerend, ligt eraan wat het onderwerp is, maar het maakt een enorme indruk. En ja, dat is gewoon, als kunstenaar is dat gewoon iets wat je echt in je vingers wil hebben. Dat is leuk, dat is mooi. En het vergt heel veel werk en inspanning. Dus als het eindelijk klaar is en mensen het mooi vinden, dat geeft heel veel voldoening.